Zomeren heeft een heel talentvolle motorwegracer en dat is de 17-jarige Koen Meufels. We gingen een dag met hem op pad en natuurlijk op de dag dat hij een wedstrijd reed. Koen Meufels, je bent de motorwegracer. Hoe is dat begonnen? Ik wou voorheen gaan crossen, maar dat mocht niet van de ouders, want er was een aanhanger nodig en dat wouden ze niet. En toen zijn we in zijn veld overwezen kijken naar een minibike race. En die zagen we rijden en dat ging echt heel hard. En dat mocht wel, want die kon in de achterbak. Ja, dus, je bent echt een fan van de motocross of de motorrace? Echt een motorfan? Ja, ja, nou het meeste voor racen. Ja. Heb ik ook het meeste mee. Dus, ja, hoe begon het allemaal? De eerste wedstrijd en zo, hoe ging dat allemaal? Nou, het is begonnen met een minibike op het industrieterrein, hier in Zomeren. En waar rijden? Die een herrie maakte? Nou, volgens mij wel. Ja. En toen zijn we naar binnen gegaan, naar de indoorkartbanen. En toen na een half jaar zijn we het eerste seizoen begonnen in België. Ja, en dat ging meteen goed? Ja, ja, we zijn het eerste jaar bij de junioren gereden. Daar hadden we ook eigenlijk geen verwachting, maar toen ben ik toch zesde geworden. Dus was wel tegen verwachting in eigenlijk. Ja. En toen het tweede seizoen zijn we eigenlijk er helemaal voor gegaan bij de open klasse. En toen ben ik kampioen geworden van België. Ja, dus een hele snelle carrière had ik gemaakt. Van België, zei je? Ja. Je bent toch Nederlander? Ja, ik ben Nederlander, maar we hebben België gereden omdat het dichtst bij was. Oh. Nederlands kampioenschap, dat is allemaal boven in Nederland. Dus, Hoe vinden die Belgen dat Nederland daar de prijzen weg komt halen? Er zijn eigenlijk meer Nederlanders dan Belgen in België. Oh. Klinkt heel raar, maar dat is wel zo. Ja, en zijn ook allemaal de beste? Ja. Ja? Ja. Ja. Dus binnen 2 jaar of 3 jaar, hoe lang had je erover gedaan om kampioen te worden? Dan het eerste seizoen proef en het tweede seizoen ben kampioen geworden. Ja, ben je zelf van geschrokken dat het allemaal zo goed ging? Ja, ik wel een beetje. Ja. Nu zit je aan de top, zeg maar. Hè? Waar rijd je nu? Ik rijd nu NSF. Ja, op de auto in? Een 100... grotere motor, denk ik. Ja, een iets grotere motor, ongeveer formaat van een brommer. En dan rijden we ook nog steeds op de kartcircuits. En dan het kampioenschap van Nederland en België. Ja, je bent niet zo groot en behoorlijk licht. Is dat een voordeel voor een motorwegracer? Voor een motorracer wel. Maar dit jaar heb ik er eigenlijk weinig voordeel van gehad. Want in Nederland moeten we gewoon een minimaal gewicht hebben. Dus dan heb ik met gewicht moeten rijden. Nee, maar was jouw sterkste punt dan wel? Meestal de bochten. Ja. Je bent nergens bang voor? Nee. Huh? En hoe hard rijdt zo'n motor nou? We zitten rond de 100 km per uur. Jee, hoe oud ben jij? 17. Er zijn er niet veel die van 17 jaar die kan zeggen, ik rijd 100 km per uur. Nee. Nee, want je hebt nog geen motorrijbewijs ervan? Nee, dat mag pas met je 18e. Ja, dan ben je wel van plan om te gaan halen, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ja, want je maakt met die motor verder rest niks, zeg. Je maakt het niet de straat op. Nee, dan mag je niet meer de straat op in. Ja. En niet overal liggen circuits, hè? Waar moet je allemaal heen door het jaar heen? Om te trainen gaan we ooit naar Emmen. Helemaal aan de andere kant van Nederland en in België. Bij Spa, bij Luik, die kant. Ja, ook nog andere landen die je aangedaan hebt? Frankrijk hebben we een paar keer gereden. We zijn een keer in Italië wezen trainen. Duitsland hebben we het EK gereden. Ja, hoe ging dat? EK, dat ging eigenlijk wel heel goed. Hebben we vorig jaar op de minibike dan gereden. Heb ik 1 keer ben ik de 3e plek heb behaald. En in totaal ben ik net 4e geworden. Dus. Ja, het is wel een internationaal wereldje. Hoe gaat dat zo onder elkaar, de motorracers? De meeste praat gewoon Nederlands of Belgisch, dus dat gaat goed. Maar het is ook wel leuk om een keer met andere jongens op te schieten uit Italië en zo. Ja, en die hebben geen hekel aan elkaar. Jullie zijn ook collega's. Op de baan is het anders, maar naast de baan is het altijd wel leuk. Zijn wij altijd wel vrienden. Dus. Ja, en hoe gaat het dit jaar? Dit jaar is eigenlijk heel goed verlopen. We hebben dan op de NSF in Nederland gereden. Daar hadden we ook niet heel veel verwachtingen. Omdat het eerste jaar was op een schakelmotor en zo. Een iets grotere motor. Maar toen ben ik toch 2e in het Nederlands kampioenschap geworden. Dus. Ja. Zo'n motor rijden op zo'n motor, dat kost natuurlijk een hoop geld. Hè? Hoe, ga je arbeid plukken en bonnen plukken en haal je motor bij elkaar? Of hoe werkt dat? Meeste gaat door middel van sponsors. Ja. En we willen volgend jaar eigenlijk een andere klasse gaan rijden. En daar hebben we ook nog sponsors voor nodig. Dus, ja. Wat doe je dan met sponsors? Op jouw pak of op de motor? Kan allebei. Je kan op de motor, op de onderkuip kan je als sponsor op komen zitten. En op het pak kan eigenlijk ook. Ja. Dus. Zie daar Speedy Koen, is jouw sponsor of heet jij zo? Zo heet ik, ja. Oh, je bent Speedy Koen gewoon. Ja. Wat moeten daar voor sponsors zijn? De grote, kleine? Liefst grote, maar ieder beetje helpt. Dus. Ja, er zijn de sponsors die iets met motors moeten hebben, zo, motormerken en zo? De meeste hebben wel iets met auto's of motors, inderdaad. En die kunnen zich gewoon bij jou gaan melden? Ja. Nou, voor deze keer maar de reclame voor wegen maken.
Is goed, dankjewel. Maar wie ben je, waar moeten ze dan zijn als ze reclame willen adverteren? Ja, dan kan je mailen naar een mailadres van mijn vader, fmeufels@hotmail.com. En op mijn website, speedygoen.tk, kan je ook, staat ook informatie, kan je ook een mailtje sturen. Ja, dus, ja, want we doen dat, want die sport is heel duur. Anders is het gewoon einde verhaal als je niet kunt betalen natuurlijk. Ja, inderdaad. Zonder sponsors dan kunnen we niet rijden. Ja, en jij bent zo'n talent, en wil jou later in een grote wedstrijd terugzien, of niet? Ja, dat hoop ik wel. Dat is wel het doel, dus ja. Wie is jouw grote voorbeeld? Valentino Rossi. Ja. Nou, zover ben je nog niet. Nee. Nee, dat is waar, maar ik hoop het wel ooit te bereiken. Ja, en binnen welke termijn? Wanneer wil je aan de top staan? Ik hoop in 3 jaar dat ik toch wel al bij de top hoor. In de grotere klasses, dus... Ja, en dan komen de sponsors vanzelf. Ja, ja. Succes ermee. Dankjewel.